Het is blok, iedereen heeft weinig tijd. Ik maak elke dag een lekker gerechtje voor weinig geld en geen tijd. Ik ga beginnen met mijn gevulde balletjes in tomaatsaus. Ik ga beginnen met rijst te koken. Iedereen doet dat normaal in een potje. Ik ga dat nu gewoon in de microgolf doen. Zakje rijst, tupperware, een half bouillonblokje en een klein beetje water erover. 6 minuten in de microgolf en het is klaar. We beginnen met 6 minuten in de microgolf. Wat we nu gaan doen, zijn gewoon balletjes rollen, zoals balletjes in tomatensaus. Maar we gaan die plat maken en we gaan die vullen met mozzarella balletjes. En als we die balletjes straks gaan bakken, gaat die kaas ook lekker gesmolten zijn. En dat met de tomatensaus en de rijst. Top! Ik ga die nu aanbakken in hete olijfolie. Een ajuintje ga ik fijn snijden. Een teentje loof. De meesten onder jullie zouden die balletjes al 28 keer hebben omgedraaid. Je moet dat gewoon goed laten aanbakken en maar één keer omdraaien. Dat is heel belangrijk, anders kunnen die barsten en is het helemaal omzeep. Laat de rijst even rusten, die blijft wel warm. Balletjes gaan eruit. Dat is wat we moeten hebben. Zie dat af. En die geur. In die olie gaan we nu de ajuintjes en de look aanbakken. 2 minuutjes laten stoven. We gaan er nu een blikje tomaten bij doen en afkruiden. Peper. Zout. Klein beetje suiker, omdat het anders wat zuur is. Omdat de balletjes nog niet gaar zijn, ga ik ze nu bij de tomatensaus doen, zodat die ja, volledig gaar zijn. Hè. Zie dat af. Zoals de echte chefs dat doen. Mega chef. 18 minuten, verse balletjes in tomatensaus. We moeten er nog meer hebben. Succes met de blokken.